Is het verstandig om uh, een verzekering af te sluiten voor je huisdier, voor je hond, ja. voor je kat? Um, mijn, mijn oude buurman, Jeroen Wolfse, goeiemorgen van uh, Moneywise, je bent hier natuurlijk weer. Uh, die had dat, of die heeft dat. En uh, nou, de hond had een keer wat en die moest naar het ziekenhuis. En dan bleek dat toch al, het, het dierenziekenhuis. En, en bleek toch niet allemaal zo goed verzekerd te zijn als dat het voorgespiegeld werd in de folder. Je wilt er niet zeggen dat, dat verzekeraars gewoon niet uitbetalen? Ja, ik, ja je zegt, gelooft het misschien dat, dat, onder niet onder voorwaarden nou, hè? ja daar schrik ik van zeg klein bedrag klein bedrag hadden ze wel uh, uitgekeerd maar niet alles nee nou goed ik, ik, ik kwam het onderwerp even tegen Tros Radar had er een onderzoek nagedaan en ja. dacht ik oh ja ik ben inderdaad ik heb zo'n verstand van verzekering maar ik heb geen huisdier ja we hebben twee uh, nee nu nog één Houdvissen. loslopend konijn in oh. voor-achtertuin straat en, en wijk want hij ontsnapt steeds leuk en we doen ook maar geen moeite meer om hem te vangen ja nou, maar uh, er, moet je ook mee uitkijken En ik kruip ook in, 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 in de, de grijp ja, ja, Maar vooral als je ja. bekende Nederlander bent hè, die status heb ik niet. Ja, maar maar je jullie ook ook... eigen zorgverzekering goed gedekt hebben? Absoluut. Hè? Nee, maar jongens, een huisdierenverzekering, ik heb, ik, heb, ik heb er eigenlijk nooit naar gekeken. Maar we zien natuurlijk die dingen wel langskomen. Er zijn ook talloze websites waar je kan vergelijken en dergelijke. Uh, maar dat moet je dan nou ook wel echt goed doen. Want anders koop je, om maar een beetje in de dierenbusiness te blijven, soms een kat in de zak. Ja. Ja. Want als je denkt dat, uh, dat uh, je alles vergoed krijgt, dat gaat natuurlijk niet op. Het ligt natuurlijk ook heel erg aan je eigen instellingen. Er zijn natuurlijk ook mensen die sluiten een rechtsbijstandverzekering af omdat ze ruzie met de baas hebben en denken dan, nou daar gaat de restbijstandverzekering mij helpen. Nou, dan, dan praat je over brandend huis. Maar ja, dat is natuurlijk ook als je een oude hond hebt die al een paar keer wat gehad hebt. Ja. En je denkt, oeh, weer 2000 voor een operatie, als je hem dan gaat verzekeren, kom je erachter dat dat het niet gaat worden. Je moet het van pup af aan eigenlijk. Uh, doen. Ja, precies. En je ziet ook dat het best forse premies zijn. Ja. Uh, die premies lopen op van 25 tot 50 euro per maand. Ja. En dat is serieus geld. Hè? Maar dat ik dat moet ook goed. zeggen dat als je een huis die hebt in moet naar. Want een, de, de, de poes van een collega heeft een tijdje in een dierenziekenhuis in uh, Utrecht gelegen. Dat is ook gewoon 500 euro per dag. Ja, dat gaat heel hard. En lagen ja. gewoon voor twee weken, of drie weken in. Bij mijn een van mijn collega's is katlief, die heeft twee van die dure katten. En daar koop je ook al een kleine leuke tweedehands auto voor, geloof ik als je ze aan moet schaffen. Maar ja. als ze stuk zijn, kan je nog beter je auto naar de garage brengen, dan je kat naar de, naar de dierenarts. Dus het gaat om serieus. <laughs> niet veel voor fel. de poes. Nee. Ja. Uh, uit het onderzoek Goed. van uh, van Radar bleek dat van, van de 11.000 mensen die ze proken hadden, dat zo'n 74% niet zo'n dierenverzekering had. Dus op de vraag moet je hem afsluiten, zegt in ieder geval drie kwart. Nou, ik doe het niet, want ik vind. Of de premies te hoog. Of ik kan het toch wel zelf betalen als het misgaat. Of mijn hond is te oud. Hè? En je zou kunnen zeggen, die premie van 50 euro, ik leg gewoon elke maand 50 euro opzij. Ja. En als het dan nodig ja, is... Maar dat is ook prima, maar niet als je de eerste maand wat krijgt. Hè? Dus nee. dat is eigenlijk altijd het vervelende daaraan. Maar goed, uiteindelijk gaf 85% van de mensen die wel zo'n verzekering hadden wel aan... van ja, we hebben niet altijd alles betaald gekregen. En daar moet je natuurlijk wel goed naar kijken. Dus, dus eigenlijk alle dingen die je kunt verwachten met een hond... vaccinaties en preventief en rasgebonden kwaaltjes... Hè? Ze, ze weten natuurlijk precies welke hond wat heeft... ja, dat is al niet gedekt. En Dan moet je ook nog gaan kijken wat voor verzekeraar heb je. Want je bent vaak verzekerd voor een maximum bedrag of een maximum percentage. Ja, weet je, het is net als met je zorgverzekering. Op het moment dat je een keer een bril nodig hebt of, of steunzolen, dan zit er ook altijd een eigen bedrag aan. Is, is waar wat je zegt voor, voor de mensen om, om dan weer even naar de mensen toe te trekken. Als je een tandartsverzekering af wil sluiten, maar je hebt een half jaar daarvoor te horen gekregen dat je een kroon moet hebben, wordt het ook al niet meer gedaan. Ja, precies. Dus in, in, in zo'n dierenverzekering zitten waarschijnlijk ook allerlei voorwaarden. Ja, dat het, absoluut, het, absoluut. Misschien een stamboomhouder moet zijn dat je een stamboom moet hebben, dat je papier moet hebben dat die gekeurd, moet worden van bepaalde tevoren, leeftijd daar? Nou, wordt het weer duurder of ze sluiten? sommige uit. rassen zijn misschien ook uitgesloten, ja, ja, zeker, absoluut. Ze zullen echt kwalen hebben bij, nou, niet zozeer sommige rassen, maar denk ik vooral kwalen die bekend zijn bij een ras. Hè. Dus ik, ja. nee, ik ben geen expert, maar kan me voorstellen, nee, maar dat, dat, we wat we weten, wat de dat... bekend is dat hè. ja, en ja. boxers, hè, ja, die ja zijn precies. dus op... allemaal dat soort zaken. Dus je moet echt goed naar de voorwaarden kijken. Er zijn allerlei vergelijkingstools, maar als je daar echt goed naar kijkt, dan zijn dat niks anders dan affiliate partijen, zoals het heet. En met daar, dat is voor mij een bekende term, maar voor voor de luisteraars. Tussenpersonen. Dat... Nou nee. Uh, kijk, wij zijn bij Mollywas zijn wij tussenpersonen. En ik moet allerlei diploma's hebben, vergunningen en al dat soort zaken. En dan mag ik dingen uitvragen, je geboortedatum, je leeftijd. En dan kan ik komen tot de beste pensioenregeling of de beste hypotheek. hypotheek. Maar heel veel websites die werken helemaal niet met vergunningen. Die uh, dat maar sturen gewoon, het gewoon door. Het zijn gewoon reclameblokjes. Ja, ja, ja. En die hebben een standaard berekeningetje staan. Ja. En daaruit blijkt dat ORA de goedkoopste is. Of Lloyd of Egon of wat dan ook. Maar als ja. je dan... Daarop klikt, dan krijgen zij een vergoeding voor het aanleveren van een klant op de website van Ora. Ja. En pas dan ga je ja. eigenlijk echt jouw premie berekenen of jouw voorwaarden. Dus dat betekent dat die vergelijkingssites soms partijen bovenaan zetten die het goedkoopste zijn, ja. maar niet de beste. Want ze mogen die vragen om te selecteren niet stellen. En dan, ja, dan doet zo'n partij dus maar één ding: je doorzetten naar een aanbieder waarvan ja. je niet weet of die de beste of het goedkoopste is. En ze hebben weer 12 euro in de pocket. Ja. Ja. En daar moet je wel voor oppassen. Die vergelijkingssites zijn daar niet heilig in. Advieskosten en profiel provisie van een adviseur dat is al afgeschaft sinds uh, 2013 op 1 januari 2013 was dat er werd die provisie verboden en moest je gewoon gaan betalen voor advies um, nou is de vraag natuurlijk is dat eigenlijk beter en goedkoper geworden sindsdien Jeroen Wolfsen nou jij zit natuurlijk uh, in het midden van uh, dat hele verhaal uh, voor 2013 uh, kreeg jij provisie als je bijvoorbeeld een hypotheek afsloot bij een bepaalde partij en dat is afgeschaft ja. dus nu moet jij gewoon rechtstreeks aan de klant factuurtjes sturen. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik toch vond ik het als als particulier als klant had ik het gevoel dat het me minder kostte voor 2013. Ja, maar dat is niet waar. Dat is niet waar, want uh, vroeger als je je kan het op heel veel verschillende vlakken kun je ernaar kijken. Hè? Dus uh, hoe zit het bij hypotheek, hoe zit het bij schadeverzekering, levensverzekering, maar als je nou bijvoorbeeld hypotheek maakt, vroeger betaalde je 1% afsluitprovisie aan de bank. En van die 1% afsluitprovisie werd dan de adviseur betaald. Maar daar zat nogal verschil in. Want sloot de adviseur bijvoorbeeld een hypotheek voor 200.000 euro aflossingsvrij. dan kreeg hij 0,8% of die 1%. Dat verschilde wel eens per bank. Maar sloot een hypotheek een spaarhypotheek. Of een adviseur, een spaarhypotheek, dan kreeg hij 2% provisie. Dus de klant sloot een spaarhypotheek van 3 ton, betaalde 3000 euro aan ING. En ING betaalde 6000 euro provisie aan uh, dat adviseur. adviseur. Uh, als we gaan kijken wat dus hypotheek. Voor jullie is het eigenlijk een stuk minder. Want nu nou, krijg je gewoon. Nou, of het nou een hypotheek is voor een ton. Ja, en nee, dat, dat klopt. In ieder geval is het zo dat per hypotheek krijgen wij zeker minder betaald. Hè, want een hypotheek kost bij ons tussen de 1400 en 2000 euro. Ja, het is eigenlijk uh, een laag hypotheek, dus die het natuurlijk bijna niet meer is. Want... Nee, maar dat, dat, dat klopt. Hè. Maar. Uh, uh, het grote verschil is wel dat vroeger ging een klant naar drie adviseurs en die zei ik heb een huis gekocht, uh, doe mij maar eens even een voorstel. Ik kom, ja. Laat maar eens even zien wat je kan. En dan gaat die adviseur aan de slag en die komt met ING met een rente van 3%. En een ander adviseur heeft ABN AMRO met een rente van 2,9%. En uiteindelijk gaat de klant naar de Rabobank en daar behaalt hij 2,8% en daar sluit hij hem. Ja. En dan zie je dus dat drie partijen werk hebben gedaan, maar één... Gaat het met prijs er ah, ja, ja. De goedkoopste of de beste of de laatste in het rijtje, omdat de klant het zat was en dacht, nou, ik ga het nu maar regelen. Ja. Maar nu zie je dat een adviseur eigenlijk pas echt voor je aan het werk gaat op het moment dat je hebt gezegd, ja, ik ga een dienstverleningsovereenkomst tekenen. Dus dat betekent dat in een hypotheekgesprek als volgt gaat, ik heb een huis gekocht, ik heb een hypotheek nodig, wat kun je voor mij doen? Nou, een heleboel, bijvoorbeeld dit, dit en dit. En dan moet je als klant een keuze maken of dat voor jou de meeste beste adviseur is. En eigenlijk weet je het dan nog niet. Nee. En dat vinden we dan heel heel erg raar, maar. In elk ander vak is dat net zo. Als ik een schilder bel, dan zegt hij, joh, het kost 2000 euro om je huis te schilderen. En pas als het de laatste verf erop zit, kan ik zeggen, nou, dat ziet er goed uit. Hè? Ja. Dus bij een schilder weet ik het ook niet. Mm -hmm. Maar er is geen schilder die zegt van, nou, hè, ik zal, u wilt er nog vet hebben voor ons huis. Uh, ik ga vast even de voorkant schilderen. Dan kunt u zien hoe ik het werk doe. op die klant ik, oh, dat is grappig. Dan bel ik nog drie schilders en is mijn huis gratis geverfd. Dus nee, bij... maar je, je weet dan wel aan de voorkant van wat het huis schilderen gaat kosten ja. in die eind. Ja. Nou, dat, dus een... dat weet dan je bij hebben. een adviseur ook. Uh, ja. Want als het goed is, een adviseur heel duidelijk vooraf teken je een overeenkomst. En daarin staat dat een hypotheek 2000 euro kost. Doet een adviseur dat niet, ja, dan moet je als klant wel heel erg gaan oppassen. Ja, dus, dus sinds 2013 dat provisieverbod. Dus die provisies zijn eruit. Dus 6.000 euro voor een hypotheek of 8000, of als het een hypotheek van 8 ton is, 16.000 euro verdienen, dat is er voor een adviseur niet meer bij. Hij krijgt nu een fractie van het bedrag. Maar ja, als hij zijn werk goed doet, uh, dan is zijn gewoon zijn uren betaald. Dus dat is belangrijk. En dat geldt voor hypotheken, maar dat geldt ook voor levenadvies. Uh, of begraafing, dus pensioenadvies. Dus per saldo is het echt wel zo dat de mensen minder zijn gaan betalen. Alleen ze moeten wel front een keuze maken. En de klanten die ook naar ons bellen van... kan ik gratis advies krijgen? Ja, dat kan. Je wil altijd wel... een stukje laten zien over wat je in huis ja. hebt. Maar op een moment zal de klant... Moeten de keuze moeten maken voor een adviseur... en daar ook mee verder gaan. Ja. En dan weet hij eigenlijk nog niet wat de kwaliteit daarvan is. Maar nogmaals, ja, dat geldt ook bij een schilder. Hè? Je ja. het. Maar het is ook een beetje de tijd natuurlijk... dat mensen zelf ook wat iets wijzer zijn geworden. Hè? We Gelukkig weten wel. ook dat we via het internet... natuurlijk kunnen gaan shoppen. We kunnen uh, reviews lezen over bepaalde adviseurs. Ja, absoluut. We toch wel iets meer? Dus. ja absoluut. kijk, een van de dingen die wij hebben gedaan is dat we hebben gezegd van wij gaan die markt proberen zo goed mogelijk te automatiseren, waarbij klanten zelf wat meer kunnen en we ja. dus goedkoper kunnen zijn. en uh, waar ik wat ik zelf heel erg leuk vind, wij ge geven heel veel informatie over het internet. He, je kunt als je e-books van ons downloadt, dan kun je exact lezen hoe pensioenen werken en dat soort dingen. en dat is eigenlijk informatie die normaal gesproken een adviseur in zijn ja. achterzak houdt en wij voor en moet en betalen bij je thuis kwam met een kop koffie. ja, en waarvoor ja. je voor je moet betalen ja. om klant te worden en pas ja. dan Gaat hij dat vertellen? En wij draaien dat eigenlijk om als we zeggen, nou, als we nou heel veel informatie naar mensen toe gooien en ze kunnen al heel veel zelf doen, dan hoeven we eigenlijk alleen het regelwerk nog te doen. En dan kan je al wat goedkoper werken. En dus ja, een klant die slim is en een beetje oplet, die kan zeker besparen. Maar goed, je moet ook wel even opletten met wie je zaken doet. Want er zijn ook gewoon adviseurs die nog steeds 3.000 of 4.000 euro vragen. En ik zeg niet dat dat te veel is, maar dan moet je er ook wel echt kwaliteit ja. voor krijgen. En dat is helaas niet altijd het geval. Ja, dus je moet er eigenlijk altijd wel iets van af weten. Maar ja, het zijn ook geen, geen krentenbolletjes die je koopt, hè? Absoluut niet. Nee. Okay. Jeroen Wolse, dank je